het kader van transparantie heeft de Surinaamse regering in 2010 de overheidswebsite gov.sr gelanceerd. De verschillende ministeries kunnen op dit forum alle informatie waarop de burger recht op heeft beschikbaar stellen. Wegens technische problemen was het nodig wat aanpassingen te maken en de website verder uit te bouwen. Vanaf maandag 20 mei 2019 worden de medewerkers van de afdeling voorlichting op de verschillende ministeries getraind in het beheren en onderhouden van de nieuwe overheidswebsite. Vandaag is de training gestart voor GovSR websites. En eigenlijk wat we vandaag hebben gedaan is waar we al 8 jaar geleden mee zijn begonnen. En dat is een geharmoniseerde uitstraling van die overheidscommunicatie proberen te bewerkstelligen door middel van GovSR websites die een uniforme uitstraling hebben. En door de e-mailadressen die een uniforme uitstraling hebben. Die hebben we 8 jaar geleden zijn we daarmee gestart. Het heeft wat kinderziektes gehad, we hebben het gebruikt. En we zijn nu eigenlijk toe aan GovSR 2.0. Dat houdt in dat we dus nieuwe soorten websites hebben, want we hebben ook met de tijd meegegaan. Mensen hebben andersoortige informatie nodig. Mensen hebben meer interactieve informatie nodig. En de e-mailadressen zijn bijvoorbeeld nu in gang gezet dat ze allemaal gaan naar GovSR e-mailadressen in plaats van ministerie.gov.sr. Dat traject loopt nu. En dat doen we eigenlijk om die uniforme uitstraling van de Surinaamse overheid in onze communicatie met de burgers eigenlijk weer te geven. En vandaag worden mensen van de ministeries getraind om de websites te kunnen onderhouden en te updaten. Want zoals u weet, een website is compleet dood als het niet geüpdate wordt op dagelijkse basis. En we hebben gewoon elke dag informatie vanuit de overheid die aan de burgers gegeven moet worden. Dat is de bedoeling. Die overheid moet constant communiceren met de burgers. Want uiteindelijk in de GovSR-strategie staat onze burger weer centraal. En zo denkt die overheid ook, maar dat moeten ze natuurlijk ook naar buiten toe zo uitdragen. Ik denk dat deze training voor de overheidswebsite gov.sr van essentieel belang is, omdat het eigenlijk verschaffen middels de website informatie over de overheid tot die samenleving. Het is belangrijk dat die samenleving voortdurend kan worden voorzien van die informatie van de verschillende ministeries. De website is heel erg belangrijk omdat dat de burgers dan geïnformeerd worden. Hebben ze informatie nodig? Is de website er? Ze kunnen de website dan bezoeken voor allerlei informatie. Dus ze hoeven dan niet speciaal te bellen. Gewoon dan de website bezoeken en dan weten ze dan ongeveer al waarvoor ze terecht zijn bij het ministerie. En na de training, wat is dan de volgende stap? Nou, na de training is het natuurlijk niet klaar, dan begint het eigenlijk pas, want dan moeten ze aan het werk. Dan moeten ze hun websites gaan updaten, dan moeten ze die websites van nieuwe informatie gaan voorzien. Dan gaan ze aan de slag, dan zullen we merken dat er nog wat zaken zijn die niet helemaal duidelijk zijn geweest tijdens de training. Dan is het de bedoeling dat we waarschijnlijk nog een refreshment training doen. En dan moeten ze dus gedurende die periode moeten ze gewoon aan de slag gaan en werken en de websites updaten. Dus het resultaat van de training gaan we allemaal als burgers merken wanneer de websites goed geüpdate zijn met de meest recente en actuele informatie. En wat heeft u tot nu toe kunnen opsteken van deze training? Het is de eerste dag van onze training. Nu leren we nog de opties allemaal, de instellingen, hoe we moeten inloggen en hoe we content moeten aanzuiveren. Want zoals u weet, er is al een overheidswebsite, gov.sr, maar die is niet up-to-date. En ook vanwege de technologie is het belangrijk dat we een updated training hebben. En middels deze training hopen we dat we zo goed als mogelijk klaargestoomd worden om de website 24/7 eigenlijk up-to-date te houden voor de samenleving. En hoe denkt u dat u het gaat toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden? Hetgeen wat we aangereikt krijgen,
toepassen. Het plaatsen van content, het plaatsen van foto's. Dus het aangeleerde dan toepassen bij het beheren van de website. Voor wie is deze training bestemd? Ja, dus de training is hoofdzakelijk bestemd voor de voorlichters en voor de IT-medewerkers van de ministeries. Dat team binnen elk ministerie gaat ervoor moeten zorgen dat en de voorlichting van het ministerie via de juiste kanalen gevormd wordt. En het IT-team gaat ervoor moeten zorgen dat die informatie ook zo snel mogelijk op de website komt, zodat de burgers daarvan geïnformeerd worden. En wanneer wordt de nieuwe website gelanceerd? Het is de bedoeling dat voorlopig hebben we gepland dat op 25 mei 2019... dat de nieuwe websites helemaal gerefreshed zijn en up and running zijn met nieuwe informatie.